Hartelijk welkom allemaal. We hebben weer een interessante wedstrijd die over enkele ogenblikken gaat beginnen. Voor het commentaar luistert u vandaag, trouwens, ja, bijna altijd volgens mij, naar Sier de Vos, daar ben ik. En naast me zit Jeroen Guter. De komende 90 minuten veel mooi voetbal gaan zien. En ik denk aan alles dat dit een geweldige wedstrijd gaat worden. Ja, zie je, er is geen enkele reden tot klagen. We gaan lekker naar twee teams kijken die er hopelijk iets moois van gaan maken. En dan zitten we ook nog eens een keer op een plek waar we altijd heel lekkere hapjes krijgen. Vandaag zijn dit de 11 spelers die aan de aftrap verschijnen. We kennen deze ploeg als een echt counterteam. Terugzakken, vervolgens snel uitbreken als ze de bal hebben en scoren. Ja, en dat is nou juist heel moeilijk te bespelen. Want balverlies kan voor de tegenstander dodelijk zijn. Dus het is altijd opletten geblazen. En we hebben al eerder gezien hoe dit team altijd veel druk zet op de tegenstander. Constant maar jagen op de bal. Op die manier kun je als tegenstander nooit rustig de bal eventjes overspelen. Maar ja, de keerzijde van al dat druk zetten is dat het wel heel veel energie kost. Thank you. Enjoy the game. De wedstrijd is begonnen. Eens kijken wat ze gaan doen. Ryan Brewster. Ja, het schot gaat rechtstreeks op de doelman af. Daar komt de speler net niet bij. En dus gaat de bal uit. Goed ingegrepen. Ryan Brewster. Ontbreekt deze paas. Is alweer even aan de bal. Doorgebroken met de bal. Doelpunt, ja hoor. Ze openden de score al vroeg in deze wedstrijd. Goed, alle reden denk ik om nog eens even te kijken wat er allemaal gebeurt bij deze goal. Het begint natuurlijk allemaal met die gevaarlijke steekpaas. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. De score is geopend. Het is 1-0. Steve Cook. Hoffman. Stewart. Hier laten ze je zien hoe je de bal laat rondgaan. Het is tiki-taka avant la lettre. Komt hij tot een schot? Het blijft bij een doeltrap. Ah, daar had nog meer in gezeten. En met dit doelpunt kwamen ze op een voorsprong. Ze laten zichzelf onder druk zetten met het passieve spel. Kans hier. Hij zit en zo wordt de voorsprong groter. Dat is toch lekkerder voetballen. Ja, de tegenstander zal nu echt van ver moeten komen, hè, met die achterstand van 2 doelpunten.
Ja, zie je, deze moeten we nog maar eens een keer gaan bekijken, hoor. Ja, de verdediging had daar totaal niet op gerekend. En die uitstekende voorzet wordt uiteindelijk knap afgemaakt. Goed teamwork, mooie goal. Sterk van de bal. Dit begint er harder uit te zien. Die bal mag erin. Weer een treffer en wat een feest hier. Het feest gaat beginnen, want er liggen er drie binnen. De verdediging leek hem af te stoppen. Maar hij weet toch een gaatje te vinden. Ja, en die doelman had het ook niet meer verwacht. Heel knap gedaan. Eén team maakt hier de dienst uit. Het staat 3-0. Ryan Brewster. Goede tackle op de eigen hand. De bal is weer in bezit. Hij is bezig aan een fraaie dribbel richting goal. Bal achter, we krijgen een doeltrap. Even nog een keer het doelpunt hier. Ryan Brewster. Kort genomen de corner. Ja, mooi tegengehouden. Stewart. En ze hebben de bal weer terug. Druk zetten. Jairo Riedewald. Aan de zijkant krijgt hij ruimte. Zo'n kans gaat er natuurlijk altijd in. De doelman valt in dit geval helemaal niets te verwijten. Als een speler het voor elkaar krijgt om daar op zo'n positie de bal te krijgen, ja, dan is het eigenlijk altijd een goal. En we hebben nu een stand van 3-1. Te ver gespeeld. Die bal is voor de doelman.
Schade. Nu in een kansrijke positie hier. Een geweldige verdedigende actie. Ryan Brewster. Niet goed weggewerkt deze bal. Geblokkeerd, maar nog steeds gevaarlijk. Redding van de keeper. Ze hebben besloten om een speler van de bank te halen. Hoekschop wordt voorgegeven. De eerste helft zit erop. De spelers gaan rusten. Deze speler speelt vandaag een heel lekkere wedstrijd. Ja, je moet deze speler ook geen enkele ruimte geven in de 16. Want daar krijg je spijt van. Dat wordt meteen afgestraft. Dat doelpunt van vandaag, dat zegt wat dat betreft natuurlijk meer dan genoeg. Ze heeft gefloten. We gaan weer verder met de wedstrijd. Ah, die speler laat zien dat hij de sliding beheerst. Hij zette de tackle in. De tegenstander mag ingooien. Luc de Jong. En een eenvoudig blok. Door die tackle is hij die bal kwijtgeraakt. Een dreigende dribbel op de helft van de tegenstander. Ja, doelpunt! En weer is hij het. Die hem op zijn naam schrijft. Dat is zijn tweede van deze wedstrijd. Moet je kijken hoe je die actie maakt. Hij gaat en hij gaat en hij gaat. Ja, zoveel ruimte moet je hem natuurlijk niet geven. Want dan is dit de consequentie. Maar complimenten hoor. Hoe je het afmaakt. Een heerlijke actie. We gaan weer aftrappen. Wel een heel eenzijdige wedstrijd. Knap hoor, hoe hij die bal verovert. Stewart. Daar is hulp van het teamgenoot. Die voorzet kan eenvoudig worden verdedigd. No problem. Die wordt goed geblokkeerd. Hier moet toch een counter mogelijk zijn. Goed van de bal gezet. We hebben inmiddels een uur gespeeld in deze wedstrijd. Luc de Jong. Luc de Jong. En dan nu de mogelijkheid voor een snelle uitbraak. Leek op een aardige schietkans. De keeper mag nu gewoon een doeltrap nemen. Steeds aan het dribbelen op weg naar het doel. De tackle op eigen helft loopt goed af. Er ligt ruimte voor de counter. Fox. Dan gaat uit naar die ingreep. Ingooien we de tegenpartij.
Fox. De bal op eigen helft heroverd. Over de flank. Ja, daar ligt de ruimte. Trek naar binnen. Ja, hij neemt hem. Hij weet de bal makkelijk tegen te houden. Hij zit er goed tussen bij die pas. Doet de Jong. Ja, in de fout. Levert simpel in. Nog 15 minuten te spelen in dit duel. Swansea met een ongeoorloofde ingreep. Vrije trap tegen. Er komt een wisselspeler in het veld. Ze kunnen de voorzet wegwerken. Ja, die moet erin. En de doelman bij redding. Luc de Jong. Dat is een lelijke tackle. Maar de Jong mag door vanwege het voordeel. Dit moet een doelpunt worden. Oh, dat, ja, dat is een wild schot. Laten we het daar maar mee houden. Weer in balbezit. Daar kan hij worden geholpen door een medespeler. Ja, op het doel. De keeper kan eenvoudig redding doen. Roberts. Cooper. Drie minuten extra speeltijd wordt er aangegeven. Geen problemen voor de doelman. Alleen de doelman nog voor zich. Ja, daar ligt de bal in het net. Maar er wordt gefloten voor buitenspel. Ja, dus kunnen ze stoppen met juichen. Het scheelde heel weinig. Maar ik denk wel dat de arbitrage gelijk heeft. Einde van de wedstrijd. Ja, voor de bezoekers. Rest niets anders dan een negatief resultaat. Een nederlaag. Maar dit komt hard aan hoor. Deze cijfers liegen niet. Wat een fenomenale wedstrijd van deze speler vandaag. Ik vond hem heel sterk vandaag. Hij maakte 2 goals en ja, dan heb je natuurlijk een cruciaal effect op de uitslag.